je mijn tas dragen? Hij is zo zwaar. Nee, dat wil ik helemaal niet. Mam, toen nou. Zelf vasthouden je met de auto. Mam. Hallo, hi. Ah, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er zijn. Hé, wij komen hier voor het ponykamp. Dit is mijn dochter, Lisanne. Hoi, ik ben Lisanne. Lisanne die gaat mee in het ponykamp. Ja, dit is inderdaad zo'n ponykamp waar iedereen het over heeft. Weet je wel, dat fantastische, meest leuke ponykamp ooit. Maar ja, we zullen even naar binnen gaan, anders... Ja, dan kun je het ook zien. Ja. Ouders mogen niet mee naar binnen, alsjeblieft. Ouders hier blijven. Oh. Nee, mama. Maar ik wil eigenlijk even mee met mijn dochter, Lisanne. Ja, sorry. Het is nou helemaal zo, dat we de regen hier. Ouders mogen niet mee naar binnen. En dus is het voor de kinderen ook niet meer leuk, hè? Ja, maar dat, ik mag toch wel even naar binnen, even heen en weer? Mama, laat maar. Ik ga wel. Doei. Oké. Doei, meisje. Doei. Veel plezier. Dank je. Doei. Doeg. Kom, schat. Ja. Ga ook mee. We zien waar ons kind heen gaat. Oeh. Aan de loren. Oh. Ga jullie wel missen. Heb je alles gepakt? Ja, ik denk het wel. Okay. Papa, jij hebt mijn telefoon. Goed zo. Oh, ik ben wel zenuwachtig. Oeh. Mam, ik ga nu erg missen. Komt goed. Zullen we even mee naar binnen? Ja, kom even mee. Ho! Ouders mogen niet mee naar binnen. Oh, we mogen niet. Je moet echt alleen. Maar dat kun jij. Doei. Doei, lieve. Oké. Okay. Succes, dat kun jij. Ja. Maar je moet nu wel echt gaan. Ik ben een beetje bang. Nou, lieverd. Doe maar. Doei. Doe maar, lieve. Yeah. Doe maar. Nou is het goed. Doei. We zien je over een week. Doei. Hallo. Hallo. Hoi. Ik ben hier voor ponykamp. Ja, je bent hier voor ponykamp. Ponykamp. Oké. Kan ik mijn tas... Kan ik mijn tas neerzetten? Ja, je mag wel even daar je tas neerzetten. Ga maar even. Waaraan we ons hier houden. Want ja, zonder regels kom je nergens. De regels is, geen telefoon. Die mogen jullie zometeen allemaal inleveren bij mij. Oké. Niet lachen, daar word ik echt strontziek van. Het is verboden te niks. Als ik je niks zie doen, dan krijg je klap met de zweep. En geen paardenhaaien. De paarden hier zijn allemaal heilig. Dus jullie mogen dat niet aanzetten alsjeblieft. Dankjewel. Wie was er nou aan de lachen? Wil je nou horen? Moet je nou een klap geven? Kom dan, jongen! Huh? Je mag hier niks maken tegen mij! Oh, nog één keer! En ik sla je heel goed echt de mespus in! Na een gesloten dag voor deze twee meiden was het eindelijk tijd om te gaan slapen. Ah!
jullie me al die klussen niet hoeven doen. Als jullie ook maar één ding zeggen over dat het een verschrikkelijk ponygaan was, dan gaan jullie echt... We zullen tegen papa en mama zeggen dat we het heel erg leuk hebben gehad. Dat was ook zo. Ik kom hier achterna, oké? Okay? En ik wil geen gebaar. Zeg het niet. Mijn imago staat beter hier dan bij jullie op dit moment. Goedemorgen! Ja, de kinderen hebben het echt fantastisch gehad! Oh, man, papa, het was zo leuk! Ik heb jullie zo gemist! Dingen geworden! Oh, het was zo leuk! We zijn al besties! Maar we moeten snel weer afspreken, goed? Want we komen aan de andere kant van het land. Oké, nou, ik ga snel naar papa en mama! Ja, doeg! Doei! En ik hoop ook dat ze al hun leuke verhalen meenemen naar huis en jullie over alles vertellen wat ze hier wel niet hebben gedaan, toch? Doei! Auw!